Mijn beste vrienden, Paramaribo groet u. Het is vandaag vrijdag 4 november 2022. Het is 4 uur 's middags en het is geweldig warm in Suriname, maar vooral in Paramaribo. Hier en nu, op social media gaat reeds dagen een brief rond. Waarvan ik dacht, toen ik hem de eerste keer kreeg, nee, hier gaan we niks aan doen, want het kan niet anders, het moet fake zijn. Maar wie schetst mijn verbazing? Ik kreeg de brief, ik ben gestopt met tellen. Zo vaak. En wat blijkt in de ware tijd van vandaag, wordt die brief behandeld. Dus is het geen fake. Die brief is geen fake. En het bericht dat erin staat is ook geen fake nieuws. Luister wat er aan de hand is. Er is een burger, een zekere Enting, en die heeft de president voor de Republiek Suriname, Jean-Rica Prouvaire-Santokhi, een brief geschreven waarin hij vraagt aan de president om te bemiddelen zodat de vicepresident hem een bedrag van $85.000 eindelijk kan terugbetalen. Huh? U hoort het goed. Nou, op welke manier zou de vicepresident, meneer Hubert de Pup, schuldig zijn? Een burger $85.000 schuldig zijn. Deze burger verklaart in de brief naar de president dat hij een VW Passat van $85.000 verkocht heeft aan de VP. En dat de VP hem, pas op hè, nu komt een heel raar stuk. Dat de VP hem betaald heeft in valse dollars. Beste vrienden, u begrijpt toch dat meneer de Bos, toch? En er wordt nog gesteld bij het klagen van deze meneer Enting. En naar de VP van, hey, wat gebeurt er met dat geld? Dat geld is niet vals. En de VP verklaart iets wat bij mij alle stoppen doet rinkelen. Zijn niet doorgeslagen, anders zat ik niet hier. Maar ze zijn gaan rinkelen. Want er wordt genoemd dat geld dat is afkomstig van die 1000 kilo deal. We praten over sneeuw. We praten over narcotica. We praten over Suriname. We praten over de vicepresident. We praten over een burger die zegt dat de president hem geld schuldig, vicepresident hem geld schuldig is. En dat geld is betaald in valse US dollars die afkomstig zijn van een 1000 kilo drugsdeal. Beste vrienden, u begrijpt dat ik hier mijn vingers niet aan wilde branden. Maar inmiddels heeft het kabinet van de president gereageerd en deze hebben gezegd dat zij de zaak verder zullen onderzoeken. Ondertussen heeft de ware tijd dit hele ding opgepakt en behandeld. En wat hoor ik? Ik lees dat de woordvoerder van de VP gezegd heeft aan de krant, luister, dat ding is fake, want weet je hoeveel van dit soort berichten ons dagelijks bereiken? Dat de VP mensen heeft opgelicht en zo. Dat is rommel. Beste vrienden, daar heb je nog een alarm. Want wanneer het zo is,
dat dit soort berichten vaker onder ogen komen van de VP en zijn woordvoerder, dan is hier toch wel degelijk iets aan de hand. Begrijp je wat ik bedoel? Wij gaan hier verder niet in roeren. Alleen, wat wij willen zeggen tegen u, lieve beste vrienden, los van het feit of het waar is of niet waar is, Suriname is een narco-staat. Maar dat wist u al. En nu komt via een burger iets naar boven wat totaal naar pacha-pacha ruikt, op pacha-pacha lijkt. He? Kent u dat verhaal? Kent u die tori? A Jesse won kokonoto. Tafada watra. A body leki kokonoto patch. Maar beste vrienden. Hij smeri le kokonoto. Hij smeri le kokonoto. A Jesse kokonoto. Tapada wadra a barile kokonoto patch. Beste vrienden, dan volgens mij na kokonoto. Verre Maribo groet u met een grond aan Biki Brasa, straight from the heart en pure natuur. Oendevoen rustig. Noem ik nog eens met jou, Edegwe. Blijf denken en blijf common sense gebruiken in alles wat er gebeurt. Doe geen stap vooruit zonder dat u deze heel goed overwogen hebt. Wij zitten in een land wat geterroriseerd wordt door corrupte mensen. En het meest ellendige van alles, wij hebben ze zelf daar gezet. Ja, wij gaan zo dadelijk voor u behandelen de aandeelhouders van Suriname. Want die wisselen, na elke verkiezing wisselen de aandeelhouders. En al die gasten, die worden stinkend rijk. En het volk blijft arm.